Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door wereldstudiefonds.nl. Hey, weet jij nou waar Erik is? Hij zou hier lang geweest moeten zijn. Weet jij waar Erik is? I never worked a day in my life. I just lay back and let the big beat lead me. I never worked a day in my life. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. Hey Erik, hallo man, waar zit je in godsnaam? Ja, dat zal ik je vertellen, maar ik zit echt een heel eind bij jullie vandaan. Ik zit in het mooie Egypte, in de plaats Sharm al-Sheikh. Wat moet je daar, man? Ja, dat is een goede vraag. Johan Flemings belde mij of ik met hem mee wilde op een snoepreisje met allerlei artiesten. Ja, je weet, als de snoepreisjes te vergeven zijn, dan ben ik erbij, hè? Ja, maar Erik, eventjes om te helpen. Een snoepreisje betekent niet dat je de hele reis kan snoepen, hè? Dat is wel jammer inderdaad, maar ik kan je vertellen, aan het eten je ligt het niet hoor, dus wat dat betreft snoep op het zand. Maar er moet toch deze week een klip-en-klaar aflevering komen? Ja, dat klopt, en daarom heb ik bedacht om deze week vanuit Egypte het gewoon even over de telefoon het programma te openen en het programma af te sluiten. Je wilt het makkelijk houden dus? Ik ga eigenlijk toch gewoon in, ja toch? Ja, je wilt het dus makkelijk houden? Ja, ik wil het makkelijk houden. Nou, wie hebben we dan in godsnaam? Ja, ik heb voor deze week heb ik beslag weten te leggen op een zeer exclusieve persoon die ooit in de formatie Bert gezeten heeft. Die ken je nog van het liedje. Wel eens verliefd geweest. Ja? Alain heb ik het dan over. En Alain heeft een nieuwe plaat gemaakt. Die plaat heeft Weekend. En met zijn plaatje Weekend en de clip die hij heeft laten maken, zit hij deze week in Clip er klaar. Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Hey, moeten nog mensen vrienden worden op je huis of is dat niet meer nodig? Ik zou het heel leuk vinden als mensen vrienden worden met mijn wife. Check even erikdikheb.hives.nl en laten we gauw beginnen met deze aflevering. Ik zou zeggen, clip er klaar, goes, Alain! I never worked a day in my life. Wie ik ben en hoe ik ben begonnen in de muziek. Ja, het is nou weer 2009 natuurlijk. Nou, ik ben begonnen in... Eigenlijk stamt het alweer terug naar begin jaren 90. Dus dan denk je van, goh, hoe oud is dan die gast? Maar toen ben ik een beetje begonnen met draaien, met zingen, met presenteren. Toen was ik nog een heel jong broekje natuurlijk. En dat is destijds ontstaan in discotheken. En met talentjacht heb ik ook nog gedaan. Die had je nog vroeger. Het is verschrikkelijk om aan mee te doen. Je voorstellen dat je natuurlijk gewoon komt in het plaatselijke cafeetje waar je dan met een aantal andere mafkezen, die bijvoorbeeld nou in Idols en Popstars te zien zijn, dat je daar dan je ding ging doen. En dan had ik bijvoorbeeld destijds, en dat was ik een jaar of 18, 17 denk, wat deed ik dan voor liedjes? George Michael of zo, of andere bekende nummers. En dan stond er bijvoorbeeld, had je zo'n jury, ook weer met 3 of 4 man, dat is een beetje altijd standaard. En dan zaten daar zeg maar de plaatselijke slager en tante Annie zette dan en die ging jou dan beoordelen. En dan kreeg je zo'n bekertje van 7,50 gulden nog, als je dan een bepaalde plek had gewonnen. En zo is het een beetje ontstaan. Ja, ik ben in een bandje terechtgekomen. Dat was eigenlijk omdat destijds had je soms had je maar een uitgeschreven auditie en die waren er niet zo gek veel. En dat was nu, volgens mij was het op de radio, bij Radio 3 of 538 of iets dergelijks, ik weet het niet meer precies. Toen had je een auditie, schreef ze uit en dan moest je zeg maar reageren, nog met een bandje. Moet je nagaan dat je toen nog van die bandjes had, hè, een cassettebandje. En daar had ik nog een oude opname op, want ik heb een aantal jaren daarvoor deed ik mee met de Soundmix Show bij Henny Huisman. Toen was ik tweede geworden met het liedje van Wet Wet Wet, Angel Eyes. En ik had een opname van, die heb ik opgestuurd. Maar het bleek dus te zijn voor een popgroepje. Nou, daar had ik dus helemaal niks mee. Ik had zoiets van, een popgroepje, ja, ik weet je, je doet altijd alles alleen. Maar Bolland en Bolland, dat waren de producers, die hadden het bedacht eigenlijk. Die wilden 2 leuke jongens, 2 leuke meisjes en die wilden daar iets van brouwen. Ik denk, nou ja, baat het niet, dus gaat het niet. Ik stuur gewoon een bandje op. TDK volgens mij. Ik weet het niet meer, of Sony. In ieder geval, ik stuur het bandje op en ik kreeg dus een reactie van, kom maar langs. En dan moet je zingen en dansen. Nou, als ik iets niet kan, is dansen. Dat was echt verschrikkelijk. Bolland
behoorlijk wat succes opgeleverd. Een aantal singles, een aantal albums. 3 jaar lang hebben we heel veel succes gehad. Maar uiteindelijk het beentje waar ik voor kwam, daar werd ik niet voor geselecteerd. Want ze vonden mij en nog 2 jongens vonden ze qua stemkleuring. De kleur en de warmte en de hoogte van je stem, dat vonden ze bij elkaar passen. En ze hadden zoiets van, we gaan eens even een Nederlandstalig groepje beginnen. Kijken hoe dat aanslaat. Nou, dat vond ik echt verschrikkelijk. Dus ik ging met lange tanden ging daar naartoe. Maar ja, dan kom je in zo'n enorme studio met allemaal gouden platen aan de muur. Want die gasten die hadden dat iets van 60 miljoen verdiend. Met allemaal Falco-liedjes. En die hadden aardig wat succes gehad. En dan kom je naar binnen, ben je toch wel... dat maakt gewoon indruk. Zo is het gewoon. En van daaruit gingen we wat liedjes inzingen. Ik was toen de liedzanger wel, omdat ik toch wel een vrij hoge stem had, een kopstem. Dat ben ik daar een beetje gaan zingen. En de liedjes vond ik eigenlijk best wel slecht. Daar ben ik gewoon eerlijk in. Maar uiteindelijk, toen ze het natuurlijk hadden omgeproduceerd, waren het best hele goede, tenminste voor die tijd dan, best leuke liedjes. Nou, we hebben inderdaad een aantal goede hits gehad, waarvan 1 echt een top 10 hit was. De groep heette Bad. B.E.D. Hele domme naam, maar iedereen vroeg ook altijd waar staat het voor. Het stond nergens voor eigenlijk. En we hebben een hele grote hit gehad, top 10 hit, die heette Wel eens verliefd geweest destijds. En dan praat ik over ongeveer deze tijd, 1996, dus 13 jaar geleden. En ik spring van de hoogste berg, 1000 jaar, nou, allemaal dat soort chips en cola-achtige liedjes. Dat zei ik altijd, omdat het natuurlijk een bepaald karakter had. En 2 albums, en we hebben in totaal bijna 80.000 platen verkocht. Dus ja, dat was behoorlijk. Ja, toen het stopte, dat was eind 98, toen ben ik eigenlijk gewoon heel veel evenementen gaan doen. Veel gaan presenteren had ik opgepakt, omdat ik het toch altijd heel erg leuk vind om te doen. Heel veel evenementen, bedrijfsevenementen, heel veel roadshows ben ik gaan doen. Ik ben me met platen niet meer zo bezig gaan houden, omdat ik zoiets had van ja, ik geloofde me wel. De contacten waren natuurlijk super, omdat je natuurlijk ontzettend veel mensen hebt leren kennen. Iedereen kende je na 3 jaar wel natuurlijk, dus dat was gewoon wel een makkelijke binnenkomen, zo simpel is het. Dus dat was gewoon, dat was vrij makkelijk om op een gegeven moment ook andere evenementen te gaan proberen en andere dingen te gaan doen. I never worked a day in my life.